en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is alweer een dag later, maar gisteravond had ik een nieuwjaarsreceptie bij Pa Meijer, waar ik een woordje deed over mijn grote hobby, vloggen op YouTube, livestreamen en hoe je, ja, als je een YouTube kanaal hebt, hoe je dat allemaal doet. Hoe je dus video's bewerkt, hoe je livestreamt, wat er allemaal komt kijken als je een YouTube kanaal hebt. Ja, dat was hartstikke leuk was dat en daar wil ik jullie nu een stukje van laten zien, of een stuk laten zien. Ik heb alles opgenomen, dus daar gaan jullie nu naar kijken. Ik wens jullie veel plezier. Ja, mijn naam is Marco. Doe het niet meer. Test. Ja. Nou, tweede poging. Ik ben Marco, 42 jaar. En ik heb een eigen YouTube kanaal. Ik vlog. Ik doe online streamen, dat is een spelletje spelen op de computer en dan live uitzenden via internet. Ik vlog ook, ik doe heel veel vloggen. Ik vlog Feyenoord, allerlei verschillende pretparken waar ik naartoe ga. En ja, daar maak ik video's van. En, ik vlog ook gewoon thuis als ik dingen meemaak of zo, dat zet ik op internet. En daar heb ik dus abonnees op in. Ik heb inmiddels van vlogs heb ik in ieder geval al 239 vlogs in één jaar tijd. En ik heb ik heb 224 abonnees heb ik al. Dat is best wel veel. Nou, hoe gaat het volgen een beetje in zijn werk? Ik heb een klein voorbeeldje daarvan. Daar kan ik een stukje van laten zien. Nou, dat is dus een beetje hoe ik vlog. Ik vertel dus dingen wat ik meemaak. Ik doe dus heel veel video online zetten en doe ook op locaties doe ik filmen. Een goed voorbeeld daarvan is dat ik toevallig in december naar België geweest ben. En in België hebben wij een soort spookstadje bezocht. En daar heb ik foto's van gemaakt, films van gemaakt. En dan, als je dan thuis komt, dan heb je nog een heleboel werk om alle video's achter elkaar te zetten. Geluiden ertussen te zetten, muziek eronder te zetten, teksten waar het nodig is. Dus dat is best een hoop werk zit daarin. Ook doe ik livestreams. Even, doe het verkeerd. Nee. Feyenoord. Ik doe ook heel veel. Ik heb zelf een seizoenskaart. Ik neem altijd mijn camera mee. Als ik tenminste niet af en toe ook wel eens dat ik een batterij vergeet mee te nemen of een kaartje.
Vorige keer had ik een kaartje vergeten. Ook van een collega een kaartje geleend. En dat doe ik dat dus ook filmen. Het mooiste wat ik meegemaakt heb is afgelopen seizoen. Dat was in de zomerperiode toen Feyenoord eindelijk weer eens een keertje na 18 jaar eindelijk weer eens kampioen van Nederland werd. Daar was ik bij. Ik heb niet alles gefilmd, maar wel een heleboel heb ik gefilmd. Ook een heleboel emotionele momenten. Van de doelpunten tot de uitreiking. En de andere dag ben ik naar de postsingel geweest. En daar wil ik jullie nog een klein stukje van laten zien. Ja, dat was dus Feyenoord. En dit was echt heel erg emotioneel. Omdat het, het was nogal vreselijk beladen. En na 18 jaar, we hebben wel prijzen gewonnen. Maar niet een landskampioenschap. Omdat na 18 jaar voor elkaar te krijgen, dat was echt een heel emotioneel moment. Ik had ook echt tranen in mijn ogen, kippenvel. Als ik het nu zie, krijg ik gewoon nog een keer kippenvel ervan. Het was gewoon zo'n emotionele dag. En vooral omdat het de week daarvoor natuurlijk, toen moesten we tegen Excelsior, toen hadden we al kampioen kunnen worden en toen verloren we met 3-0. Dat was zo'n teleurstelling. En dit was gewoon ontlading, gewoon het feest daarna, het was ongelooflijk. Je komt de Kuip binnen en je loopt de Kuip buiten en al die toeterende auto's, al die mensen met vlaggen, iedereen helemaal enthousiast, helemaal uit hun dak. En dat was echt kippenvel. Verder doe ik dus ook livestreamen. Livestreamen, dat is dus dat ik een spel speel. En dat doe ik uitzenden via YouTube. Dus mensen die dan aan het kijken zijn, die kunnen live zien wat ik aan het doen ben. Wat voor spel ik aan het spelen ben. Met wie ik aan het spelen ben. Ik ben eigenlijk begonnen alleen. En steeds meer vrienden gingen ook zo'n computer kopen. Het is een PlayStation 4. En steeds meer vrienden gingen dus ook een PlayStation 4 kopen. En zo werd de groep alleen maar groter en groter en groter. En ik heb ook een paar vrienden leren kennen via YouTube. En nu zitten we gewoon met een stuk of 5-6 man af en toe wel eens in een party, noemen ze dat. Dat is dan dat je met elkaar kan praten terwijl je aan het spelen bent. Dat is echt hartstikke leuk, is dat. Daar wou ik u even een stukje van laten zien.
Ja, dat is dus luisteren, dat is dus echt spelletjes spelen en dan online tegelijkertijd uitzenden via internet. Nou, verder ben ik natuurlijk ook weer aan het nieuwe jaar begonnen. En net zoals met het echte leven is het zo dat ik voor 2018 ook weer een heleboel dingen verzonnen heb om door te gaan met mijn kanaal met nieuwe dingen. Ik moet toch elke keer weer met nieuwe dingen komen. Ik ga het aankomend jaar een Efteling abonnement nemen, dus dan ben ik heel vaak in de weekenden in de Efteling. En daar ga ik dan ook weer een leuke vlog van maken, En dat op mijn YouTube kanaal zetten, zodat weer kijkers kunnen kijken. Ik hoop natuurlijk ook weer een hoop nieuwe abonnees te krijgen. En ik heb een tweede kanaal, heb ik ook al geopend. Dat is samen met drie andere vrienden, dat is eigenlijk een verzamelend kanaal. Dat heet Dynamite Inc. En daar gaan we dus, iedereen gaat daar één keer in de week een video op zetten. En dan gaan we gezamenlijk hebben we dan ook een eigen YouTube kanaal. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het voor het luisteren en voor de aandacht. En als je een keertje op YouTube bent, als je toevallig internet hebt en je kijkt veel op YouTube, ja, neem een keer een kijkje op mijn kanaal en abonneer op mijn kanaal. In ieder geval bedankt voor de aandacht.